Ja, goedenavond en welkom bij dit webinar. Hoe ga je om met rouw en verlies? Fijn dat jullie aangesloten zijn bij dit webinar op een dinsdagavond. En dit webinar wordt jullie aangeboden door OpenUp... in samenwerking met VGZ, Stichting IZZ en PGGM en Co. En mochten jullie nou uh, in de zorg werken... Dan uh, is dit webinar telt het ook mee als accreditatiepunt. Dit webinar is geaccrediteerd bij het kwaliteitsregister VNVN, KCKZ en register Zorgprofessionals. En voor overige registers uh, kan OpenUp een bewijs van deelname toesturen. Nou, voor accreditatie vul je een vragenlijst in, even voor de helderheid: die vragenlijst die staat in de beschrijving onder deze video. Die kun je daar vinden. Uh, die kun je dan straks invullen, bijvoorbeeld na het webinar. En je hebt tot 24 uur na dit webinar om die vragenlijst in te vullen. Mijn tip: als je de tijd hebt, doe het maar meteen na de webinar. Dan heb je het meteen gedaan. Dan vergeet je het in ieder geval niet, maar het kan sowieso tot morgen. Mocht dat niet goed uitkomen, uh, wij zorgen dan voor het accreditatiepunt en voor het bewijs van deelname. Mocht je nou nog vragen hebben over accreditatie, dan kun je een mailtje sturen naar isa.openup.com. We hebben natuurlijk ook een chat, maar die is niet helemaal voor de vragen over accreditatie, maar wel over vragen over het onderwerp. Dus ik wil je vragen om dan een mailtje te sturen. Alle info staat in ieder geval in de beschrijving onder deze video. Mocht je het nou echt niet kunnen vinden, uh, waarschijnlijk delen we dat ook nog wel eventjes in de chat, zodat je weet waar je goed terecht kan. Nou goed, ik zei het al, ik vind het fijn dat jullie uh, aangesloten zijn. Um, uh, mijn naam is Mark Wijsman, ik ben de host van dit webinar, en we hebben vandaag twee sprekers, uh, twee psychologen die met jullie ontzettend veel kennis, praktische tips, handvatten gaan uh, delen over het omgaan met rouw en verlies. Uh, het is geweldig dat ze hier zijn en ze hebben een geweldige presentaties voor jullie ook voorbereid. Maar we willen natuurlijk ook met jullie de interactie aangaan. Daarom hebben we nou juist de chat. We hebben dat in de vorige webinars natuurlijk ook al gezien. Stel gerust ook vragen. Tijdens de presentaties, want na afloop van de presentaties, en die duren ongeveer in totaal samen een half uurtje, zitten we hier met elkaar op de bank en op de stoel. En dan kunnen we de vragen die van jullie zijn binnengekomen gaan behandelen. We gaan er zoveel mogelijk behandelen als we kunnen in het tijdsbestek dat we hebben. Dus stel gerust ook je vragen. Daar is deze webinar natuurlijk ook voor. Goed, er komt heel veel informatie. Eerst jullie kant op, en de eerste spreker is. Emma White, zij staat al klaar, dus ik ga haar het woord geven. Dankjewel Mark en ook namens mij goedenavond. Ik uh, ben Emma. Ik werk als psycholoog bij, bij Open Up en zal jullie alvast doornemen wat, uh, waar we het over gaan hebben vanavond. Dus we gaan beginnen met wat is rouw en hoe verloopt het? Hoe ziet een rouwproces eruit? Vervolgens gaan we stilstaan bij de factoren die bijdragen aan het rouwproces en die daarvan invloed op zijn. Vervolgens gaat Simone het met jullie hebben over wat je zelf kan doen. Omtrent rouw en uiteindelijk wat je kan betekenen voor een andere, ook als professional. Nou, om te beginnen met wat is rouw? willen we eigenlijk beginnen met een vraag richting jullie, de kijkers: wat associeer je met rouw? En dit kan voor mensen verschillende dingen oproepen. Hè? Misschien de vraag: wat betekent rouw voor jou? Hoe ziet rouw eruit volgens jou? Heb jij mensen om je heen uh, of heb je zelf rouw meegemaakt? En wat zijn de emoties die kunnen opkomen bij rouw? Nou, neem even een moment om hierover na te denken. Um, en voel je ook vrij om het in de chat te delen. Wellicht kunnen we daar ook bepaalde aspecten meenemen naar de QA. Nou, om uit te leggen wat rouw is, deel ik ook graag een citaat met jullie. En wellicht herkennen jullie elementen van je eigen associatie met rouw ook hierin. Als een geliefde sterft, ervaren we wat de dood eigenlijk is. Een gebeurtenis raakt ons, overvalt ons en schudt al onze overtuigingen en vanzelfsprekendheden door elkaar. Het maakt ons wereldbeeld en onszelf aan het wankelen en het dwingt ons om te veranderen, of we dit nou willen of niet. Nou, dit citaat maakt volgens ons duidelijk dat rouwen na verlies noodzakelijk is. We kunnen er tegen vechten, we kunnen afleiding zoeken, we kunnen proberen het te negeren, maar hoe je het went of keert, het ervaren van een verlies heeft een normale en een grote uh, impact op ons. Oké, okay, maar dus inzoomend op wat is rouw dan precies? Nou, rouw is het verwerken van een groot verdriet. Het is een proces waarbij iemand geleidelijk aan leert omgaan met verdriet, met pijn, met boosheid, schuldgevoelens, misschien ook opluchting en angst. En rouw wordt vaak veroorzaakt door bijvoorbeeld het overlijden van iemand. Maar het kan ook zijn door ziekte, uh, het verlies van een stuk gelopen relatie, het afscheid nemen van een manier van leven. En je kan natuurlijk ook rouwen om iets dat je nooit hebt gehad. Nou, waarbij het doel van rouw is, is om te leren om op een gezonde manier het leven weer op te pakken na het meemaken van een verlies. Maar hoe ziet, er dan, of hoe ziet een rouwproces er dan precies uit? Wat is een rouwproces? Nou, vroeger werd er gedacht dat er een vast proces voor rouw was. En het zag ongeveer zo uit als dat je nu op de slide ziet. Uh, maar vandaag de dag zien we dat al deze emoties en de fases bij iedereen op een andere manier en in een ander tempo tot uiting kan komen. Niet zoals op de slide, hè, waar het echt een lineair proces is, zien we eigenlijk dat steeds meer het een, een vaste, geen vaste volgorde is in emoties of fases. Wel zien we dat er bepaalde universele kenmerken van rouw zijn. Uh, zoals wat misschien al door mij is gedeeld, of bepaalde dingen die in de chat al zijn benoemd. Maar om nog daaraan toe te voegen, zien we dat bijvoorbeeld slecht slapen, moe zijn, concentratieproblemen, het onverwachts in huilen uitbarsten, je schuldig voelen, onrustig, je leeg voelen, somber, verdrietig voelen, dat dat allemaal kenmerken zijn, universele kenmerken zijn van rouw. Maar ondanks dat rouw dus voor iedereen anders is en het geen vast proces is, is het voor een gezond rouwproces wel belangrijk dat iemand vier rouwtaken doormaakt. Nou, we hebben ze alle vier hier op de slide gezet, ik zal er één voor één doorheen gaan. We beginnen met het aanvaarden van het verlies. Nou, dit betekent het geloven van het verlies, het verlies onder ogen zien, een gevoelsmatig echt beseffen dat dit verlies heeft plaatsgevonden. De tweede, het pijn ervaren, uh, kan zijn gevoelens van ontwrichting en radeloosheid. Dat dat hetgene die, die aan het rouwen is, die er echt voor overspoeld uh, door kan raken. Nou ja, dit kan dus verschillende emotionele reacties zijn. Hè. Zoals ik al eerder zei, het kan verdriet zijn, angst, boosheid, schuldgevoelens. En daarmee is pijn ervaren echt door de pijn heen gaan. En dit wordt aangewakkerd door bijvoorbeeld je zintuigen. Dat je kan zien van bepaalde foto's, gesprekken met mensen, geuren, bepaalde muziek. Die kunnen allemaal deze pijn aanwakkeren. Nou, de derde is aanpassen aan een leven zonder het verlies. Nou, dit is echt hoe je omgaat met de veranderingen die voorkomen uit het verlies. Bij het verlies van iemand die is overleden kan je geconfronteerd worden met nieuwe vaardigheden die je ineens moet ontwikkelen. Bijvoorbeeld opnieuw contact leggen met anderen als juist je partner degene was die altijd het initiatief nam en nu die er niet meer is, dat je het dan zelf moet gaan doen. Maar bijvoorbeeld ook bij een lichamelijke beperking, je gaat een bepaalde hoeveelheid zelfstandigheid inleveren en daar moet je ook een nieuwe weg in gaan vinden. Hoe kan je dan toch je ding blijven doen? Nou, de vierde is het verlies een plekje geven in het nieuwe leven, uh, zonder datgene dat het is verloren. Nou, hier overheerst het verlies niet meer het denken. En mensen gaan niet meer in tranen uitbarsten wanneer ze iets doen dat te maken heeft met het verlies. Zien dat dan mensen meer plezier kunnen gaan hebben, meer gaan genieten van, van hobby's en dingen ondernemen. En dat iemand weer opnieuw. Uh, ja, zin kan geven aan het leven, het leven weer anders en opnieuw kan gaan inrichten. En dit betekent niet dat iemand hetgene dat is verloren is vergeten, maar het gaat erom dat iemand er omheen groeit. Je draagt het met je mee, het is onderdeel van je, maar het houdt je niet meer tegen om je leven te leiden zoals jij dat wilt. Nou, dat zijn dan de vier taken of de vier rouwtaken die dus nodig zijn uh, om een gezond rouwproces door te maken. Nou, om nog wat meer nog over het rouwproces te, te delen, uh, geven Stroebe en Schut met hun duale procesmodel aan. Dat zie je dus hier op de slide. Dat het rouwproces eigenlijk een slingerbeweging is, waarbij er afwisselend momenten zijn van verlies en stilstaan bij het verlies, en momenten van herstel en actief bezig zijn met herstel. En hoe snel of traag deze slinger naar links of naar rechts beweegt, en aan welke kant iemand zich met name bevindt, uh, is afhankelijk van veel verschillende dingen. Onder andere het individu, maar ook de omgeving um, en nog andere factoren, waar ik straks nog meer op zal inzoomen. Maar als we eerst inzoomen op het verliesgerichte, dan gaat het over. Confrontatie aangaan met het verlies. Dus echt erbij stilstaan, er ruimte voor maken, betekenis eraan geven, ruimte voor je gevoelens. Het kan gaan om loslaten van relaties of aangaan of herdefiniëren van nieuwe relaties. Maar wanneer iemand verliesgericht is, um, kunnen ze ook bezig zijn met juist het voorkomen van herstel. Dus juist heel erg in de pijn gaan zitten. Nou, als we dan weer naar rechts gaan, dus naar het herstelgerichte. Dan is iemand juist heel erg aan het deelnemen aan de veranderende wereld. Ze zijn nieuwe dingen aan het ondernemen, juist afleidingen aan het zoeken. Ze kunnen ook bezig zijn met juist het verdriet ontkennen. Dus er niet stil bij willen staan. Dus dat ze juist heel erg die afleiding op gaan. Um, en een nieuwe rollen, identiteit, relaties en daar veel mee bezig zijn. Nou, en om dit weer ja, terug te brengen bij de vier rouwtaken, die zou je eigenlijk dan ook kunnen onderverdelen in verliesgericht en herstelgericht. Waarbij de eerste twee rouwtaken, dus het aanvaarden van het verlies... en het pijn ervaren, dus heel erg op de verliesgerichte kant zit... en het aanpassen aan het leven zonder het verlies... en het verlies juist een plekje geven, meer herstelgericht is. En wanneer we het dus hebben over een gezond rouwproces... zijn deze allebei nodig. Dus iemand die gaat van links naar rechts, van rechts naar links ringeren... en dat is ook allemaal heel normaal en ook allemaal heel oké. Okay. En een, een voorbeeld dat Simone ook heeft, ooit heeft gegeven, is uh, het voorbeeld van een kind die aan het rouwen is. En dat op ene moment uh, ligt hij op de grond te, te huilen en te schoppen en te schreeuwen en al het verdriet komt eruit. En dan een paar momenten later zit hij weer lachend met speelgoed te spelen of weer lachend op de fiets. En eigenlijk laat dat voorbeeld heel mooi zien hoe iemand heel ongeremd het verliesgerichte en het herstelgerichte er allebei laat zijn. En het ook allebei oké okay is. Of iemand dus herstelgericht of verliesgericht rouwt, of überhaupt hoe iemand een rouwproces doormaakt... is dus afhankelijk van verschillende factoren. En we hebben een paar hier op de slide ook neergezet. Nou, het, de, de relatie met de overledene kan een grote rol spelen. Gaat het om bijvoorbeeld een ouder, of het verlies van een kind, een tante, een vriend, een kennis of een collega? De omstandigheden omtrent overlijden of verlies speelt ook een rol. He, is het verlies heel abrupt of was er al een aanloop naartoe? En als het gaat over het overlijden van een persoon, kan je je voorstellen dat vermissing of suïcide, uh, dat het de omstandigheden een ramp was of ziekte ook impact kan hebben op hoe iemand rouwt. Nou, als het gaat over verlies van een lichamelijk of een, als het gaat over lichamelijke beperking en dat dat een verlies is, dan leef je natuurlijk ook een bepaalde hoeveelheid zelfstandigheid in en hoeveel aanpassingsvermogen wordt er dan van iemand gevraagd en dat kan ook invloed hebben op hoe iemand het rouwproces doormaakt. Persoonlijkheid kan ook een rol spelen, wat het perspectief dat iemand op het leven heeft. Hoe gevoelig is iemand? Hoe erg is iemand een prater? Of houdt het jou zo erg bij zich? Nou, sociale positie kan ook een rol spelen. Hier kan het bijvoorbeeld gaan over jouw steunnetwerk of je supportnetwerk. Hey, heb jij mensen? Of de persoon die je kent, die aan het rouwen is, heeft die mensen om zich heen op wie die kan leunen? Op wie die, op wie die kan bouwen? Dat die er voor, voor die persoon kan zijn. Cultuur en religie kan ook een rol spelen en dit linkt deels naar de sociale positie, dus uh, de supportnetwerk, dus hoeveel steun is er in de gemeenschap, maar een rol kan ook spelen dat hoe er naar de dood wordt gekeken uh, als het gaat om bijvoorbeeld overlijden en dat dat ook van invloed kan zijn op het rouwproces. Nou, de factoren waar we net doorheen zijn gegaan, die van invloed zijn op het rouwproces, beïnvloeden ook of of wanneer rouw bij iemand mis kan gaan. Dus dat het een ongezond rouwproces is. Waarbij op de slide de pijn echt het onvermijdelijke pijn van het verlies weergeeft. En het lijden dat er buiten staat geeft aan wanneer de pijn pijnlijker wordt gemaakt of pijnlijker is dan nodig is. En dit wordt vaak gecreëerd door de omgang met de pijn. Blijft iemand juist uitgevoerd? Vastlopen in de pijn of hangen in de pijn. Dus is daarmee heel erg gericht op die verliesgerichte rouwtaken. Bijvoorbeeld iemand blijft boos of verbitterd en de somberheid neemt alleen maar toe. Of iemands wereld wordt steeds kleiner. Of gaat iemand juist de rouwtaken uit de weg en is dus heel erg herstelgericht en vermijdt daarmee de pijn. Wat de pijn natuurlijk op de lange termijn weer erger kan maken. Dus weer dat lijden. Bijvoorbeeld, iemand begint niet aan de rouw. En dat zie je nog eens wel bij jongeren. Uh, en dit noemen we uitgestelde rouw. En dat kan op den duur lichamelijke en psychische klachten geven. Nou, om hier nog op door te gaan. Uh, verder is er ook een kleine kans, noem ik er dan ook bij, dat een rouwend individu. door een ongezond rouwproces de volgende problemen kan ontwikkelen. Dus met name emotionele problemen, zoals een persisterende complexe rouwstoornis, en het is nu ook opgenomen in de DSM, waarbij eigenlijk de acute, normale rouwreacties aanblijven. Bijvoorbeeld een kwellend verlangen, gemis, ongeloof, zelfverwijt, en heel erg observeerd zijn met het verlies. En dat dit minimaal twaalf maanden duurt. Nou, voor zover over rouw en het rouwproces. Dan uh, geef ik het nu weer over aan Simone. En zij zal meer vertellen over wat je zelf en voor een ander kan doen die aan het, uh, het rouwen is. Nou, dankjewel Emma voor je heldere introductie. Ik wil met jullie nog wat dieper ingaan op uh, wat je eigenlijk zelf kan doen. En wat eigenlijk heel belangrijk is, is om niet te starten met tips en adviezen. Dus dat wil ik met jullie ook niet doen. Ik wil met jullie eerst eens stilstaan bij een aantal vragen die je zelf kunt stellen. En die je misschien ook andere mensen die in je omgeving rouwen kunt stellen. Dat kunnen dus Mensen zijn die je gewoon als, uh, als mens in je omgeving hebt, maar het kunnen misschien ook patiënten zijn die met rouw te maken hebben. Misschien dat ze iemand verloren zijn of misschien is er ook sprake van verlies van gezondheid op wat voor gebied dan ook. Ik denk dat jullie daar veel mee te maken zullen hebben. Dus een eerste vraag is, welke gevoelens ken je van jezelf bij verlies? Schrijf eens na welke emoties jij van jezelf kent. Misschien heb je naasten verloren. Of misschien, als dat niet het geval is, kun je denken aan dat je iets wat belangrijk voor je was kwijt bent geraakt. Of een verandering misschien, een scheiding. Allerlei dingen kunnen verliesgevoelens teweeg brengen. De andere vraag is, welke reacties ken je zelf bij verlies? Dus wat ga je dan eigenlijk doen? Ben je misschien iemand die dan uh, heel druk in de weer gaat, uh, dingen gaat regelen, of sta je veel veel stil bij je gevoel? Zoek je contact met anderen? Sta hier ook even bij jezelf bij stil en deel het uh, in de chat. Ik zag net al dat jullie veel aan het delen waren tijdens de presentatie van Emma, en ik denk dat het ook kan helpen wanneer jullie met elkaar dingen in de chat delen. Een volgende belangrijke vraag is: Waar heb jij zelf behoefte aan op zo'n moment? Sta stil bij je eigen behoefte en probeer die ook eens concreet te maken. Verwoord hem zo dat je hem ook als wens aan iemand over zou kunnen brengen. Neem daar even de tijd voor. En dan als laatste vraag, wie zou jouw steun kunnen bieden? Wie heb jij in jouw omgeving die je vertrouwt, die je dit soort intieme gevoelens toevertrouwt en waar je mee in gesprek zou kunnen? Nou, even deze paar vragen. Zoals ik al zei, het is van belang om niet in te vullen, maar om vragen te stellen, ook bij rouw. Um, maar we gaan natuurlijk toch even stilstaan bij een aantal praktische dingen die je zou kunnen doen zelf en die je iemand dus ook aan zou kunnen reiken. Maar het belangrijke is dat het op maat is en dat je niet met tips en adviezen uh, komt. Ik zag toevallig net in de chat ook staan dat een plekje geven, bijvoorbeeld bij mensen heel verkeerd over kan komen. Dus stem ook je taalgebruik af op degene tegenover je. Vraag wat zij ook een prettige manier vinden om het daarover uh, te hebben. Nou, wat kun je zelf doen? Dat is zelfzorg uh, op allerlei manieren. Uh, rouwdagboek bijhouden is een voorbeeld. Maar ook afleiding zoeken en betekenisvolle zaken opbouwen. Dus hier zie je eigenlijk weer die tweedeling waar Emma het ook al over had. Enerzijds verliesgericht, dus bijvoorbeeld zo'n rouwdagboek. En anderzijds herstelgericht. Ook weer dingen doen die voor jou van betekenis zijn en zinvol zijn. In de chat zag ik iemand die zei, leven om het verlies heen. Nou, hoe kun je nou een betekenisvol, verlies, uh, betekenisvol leven leiden om dat verlies heen? Ik ga dus op deze punten wat dieper in. Het eerste is bijvoorbeeld een rouwdagboek bijhouden. Zo'n rouwdagboek kun je helemaal naar eigen inzicht uh, invullen. En er staat dan ook van, ja, je kan volgens een structuur werken of juist helemaal niet. Net wat jij prettig vindt. Dus je kan op het internet kijken, er zijn allerlei voorbeelden van meer gestructureerde manieren van werken. Maar je kan ook gewoon dingen noteren. Hier staan ook stemmingen, gevoelens. Misschien als het verlies nog heel pril is, ook to-do-lijstjes van allerlei dingen die je nog moet. Maar ook een steunend citaat of gedicht. Misschien wel iets wat je nu in de chat langs ziet komen waarvan je denkt: ja, dat raakt mij of dat resoneert bij mij. Maak het ook visueel aantrekkelijk en probeer iedere dag iets te noteren. Nou wil ik even terugkomen op dat punt van geen structuur. Wat wel echt belangrijk is, is dat je het in de tijd beperkt. Ook hier geldt weer dat zowel verliesgericht als herstelgericht. Dus neem de tijd om erbij stil te staan. Maar zet ook even een alarm en zorg dat je daarna iets gaat doen wat afleiding biedt of wat prettig is. Uh, want je wil dus aan beide polen aandacht geven en je wil ook niet weer helemaal wegzinken in die gevoelens. Want het is best intens, dus het is ook goed om daar weer los van te komen. Nou, zelfzorg is natuurlijk altijd uh, een heel bazaal belangrijk iets. En het is dus belangrijk om de tijd te nemen om te rouwen. En daarvoor kun je vaste momenten creëren. We hebben allemaal natuurlijk een druk bestaan. Dus we hebben al een verlies te verwerken. Dat doet emotioneel iets met je. Ook ben je druk met je eigen leven te leiden. Dus het is echt belangrijk om voor jezelf momenten uh, te kiezen om stil te staan, om dingen te delen, om gevoelens toe te laten. En Emma heeft ook al benadrukt dat hè, het kost tijd. Dus wees ook voor jezelf geduldig. Of als je met mensen te maken hebt die rouwen, of naasten van mensen die rouwen, misschien ook als hulpverlener. Wees dan ook geduldig. En leg ook uit dat dit ook allemaal normale reacties zijn en dat het ook mag duren. Maak ook ruimte weer weer dat herstelgerichte voor positieve emoties en ervaringen in het hier en nu. Lichamelijke zelfzorg is echt een heel bazaal iets. Ik weet niet of jullie toevallig de, film, de documentaire Stoets hebben gezien op Netflix. Die maakt een soort piramide. En dan zegt hij onderin zit eigenlijk lichamelijke zorg. Daarboven sociaal. En pas dan psychisch. En hij maakt daar een soort piramide van in de zin van. Ja, dat is waar als je je slecht voelt, waar je mee moet beginnen. Nou, ik weet niet hoe het voor jullie is. Bij mij is dit een van de eerste dingen die de deur uitgaat als ik gestrest ben. Maar het is wel echt heel belangrijk. En hier staan een aantal dingen die kunnen helpen. Gezonde voeding, beweging, dingen die we allemaal wel weten, maar die moeilijk zijn in te bouwen. Zeker wanneer je in een periode van, uh, van rouw zit. Verder ook die tip he, om op je ademhaling te leggen, letten. Ook weer niet dat het fout is als je hoog zit of zo in je, in je ademhaling. Dat is natuurlijk heel normaal gezien, de situatie. Maar dat je jezelf er gewoon even op, op. Dat je denkt, oh ja, ik merk het. En weer wat rustiger gaat ademhalen. En als laatste punt, fysiek contact. Dus. Bij rouw, zeker wanneer het bijvoorbeeld een partner betreft of een kind, dan mis je ook het fysieke contact. Dus kijk ook of je daar iets mee kan. Dat je misschien een, een, iemand in je omgeving hebt die je vertrouwt, die je aan kan raken. Of sommige mensen hebben er heel veel baat bij om massage of een haptonoom te bezoeken. Om ook die aanraking te hebben die ook kan helpen bij verwerking. Nou, we noemen al een paar keer dat rouw natuurlijk kan voorkomen bij verschillende mensen, dus volwassenen kunnen te maken hebben met rouw. Uh, volwassenen kunnen uh, in de rol van partner te maken krijgen met rouw, een partner verliezen, maar ook als ouder een kind verliezen. Kinderen krijgen dan ook met rouw te maken en dus vindt rouw ook plaats in gezinnen. En ook in jullie werk komen jullie natuurlijk vaak mensen tegen die niet alleen maar dezelfde patiënt zijn, maar ook mensen met zich meenemen. En het is ontzettend belangrijk om ook aandacht te hebben voor de mensen eromheen die ook door een rouwproces heen gaan en te kijken wat die misschien nodig hebben. En vaak denk ik dat je mensen tegenkomt die dus of in een situatie zitten van verlies van gezondheid, of te maken de partner zijn van iemand die daarmee te maken heeft, die misschien niet overleden is, maar die juist daarvoor zit. En ook dan kan je dus als uh, hulpverlener ontzettend belangrijke bijdragen leveren voor het latere rouwproces. Dus door goede zorg uh, te bieden op een menselijke manier, er voor iemand te zijn, aan de naaste ook te vragen hoe is het voor jou even een menselijk contact uh, te hebben. Dat is zo belangrijk wanneer mensen later door dat rouwproces heen gaan, dat ze voelen er is goed gezorgd voor mijn naaste, er was ook oog voor mij. Dus ik denk dat daar ook een waardevolle taak uh, voor jullie ligt. Nou, ook bij collega's kan er natuurlijk rouw zijn. Vaak moeilijk is, hè, waar, waar zit iemand ook op te wachten? Um, dus daar staan we nog bij stil en we staan nog wat langer ook stil bij patiënten, omdat ook een van de onderwerpen is: ja, wat is nou een professionele reactie uh, op rouw? En dat is best een lastig iets. Um, wat ik nog even bij uh, kinderen wil uitlichten, omdat ik denk uh, dat het ja, toch vaak gebeurt dat de kinderen niet gezien worden die uh, meekomen. Um, is dat ze dus, wat Emma zei, ja, een, heel veel wisseling kunnen hebben in hun rouwproces. Dus middenin kunnen zitten of helemaal afgeleid kunnen zijn. Um, en dat is eigenlijk goed. Dat is eigenlijk zo'n jantje lacht, jantje huilt. Dus een hele gezonde manier om iets te verwerken zonder al die normen en waarden die wij er later overheen uh, krijgen. Um, maar wat je ziet is dat als een kind uh, een rouwproces doormaakt, dat de naasten dat ook doormaken. En uh, het is dus vaak niet zo makkelijk voor bijvoorbeeld een ouder of um, ja, dus als er in het gezin een verlies is, om, voor een ouder om er dan steunend voor zo'n kind te zijn, omdat ze zelf in een rouwproces zitten. En je ziet dus ook heel vaak dat het goed is als er voor een kind iemand is die niet in het kerngezin zit en die er wel voor zo'n kind kan zijn. Uh, bijvoorbeeld allerlei films zie je dat ook gebeuren. Er zijn heel veel films met uh, weeskinderen. Dus denk bijvoorbeeld aan Harry Potter. Dan is Hagrid degene die er voor Harry is. Niet een van zijn ouders, maar juist hij, omdat hij er wat buiten staat, kan er echt voor hem zijn. En dan gaat het niet om zitten met kinderen en een goed lang gesprek. Ik weet niet of jullie zelf kinderen hebben, maar dat werkt meestal niet. Maar er zijn samen iets doen en het kind gelegenheid geven om vragen te stellen en daarover te praten. Nou, hier zie je nog een keer eigenlijk dat zo'n rouwproces in een golfbeweging komt. Wat Emma ook al zei, het is niet een vaste beweging. En je ziet dus ook dat iedereen die rouw meemaakt op een ander moment, op een ander punt zit. Dus als de een net heel boos is, dan kan de ander net uh, juist lekker afleiding aan het zoeken zijn. En dan denk je, hè, zijn we elkaar nou helemaal kwijtgeraakt? Dan kan het dus helpen als je mensen uitlegt van, nee, je zit gewoon in een ander moment in dat rouwproces. Dat betekent niet dat het een meer of minder waard is. En jullie zijn elkaar dus ook niet kwijtgeraakt. Dat is gewoon een andere fase. Nou, Anne Douglas heeft deze, dit citaat: um, It takes a village to raise a child. It takes a village to support that child's parents. Dus wij zijn in het Westen natuurlijk een heel klein kerngezin. Als daar een verlies plaatsvindt, ja, dan heeft dat meteen heel veel impact. Het is heel fijn als er mensen omheen staan die kunnen helpen. En jullie als zorgverleners kunnen dus ook de mensen zijn die er omheen staan om te helpen. En het is belangrijk dat er ook weer mensen om jullie heen staan. Want jullie zien heel veel verlies aan gezondheid en rouw. En het is belangrijk om dat te kunnen dragen, dat er ook weer mensen voor jullie beschikbaar zijn. Nou, wat kan nou helpen bij rouw? Brene Brown zegt daar iets heel moois over. Empathy fuels connection, sympathy drives disconnection. Dus empathie zorgt eigenlijk voor verbinding en connectie. En sympathie, hoe zij dat definieert, dat zal ik even uitleggen. Dat zorgt ervoor dat je elkaar juist kwijtraakt. Nou, sympathie zit dus in de tipshoek. Dus iemand is net iemand verloren. En je, en je zegt van, uh, nou, na regen komt zonneschijn. Of, uh, nou ja, er zijn zoveel... Uh, reacties of dat plekje geven wat iemand net uh, noemde, wat ook helemaal verkeerd kan vallen. En empathie is dat je echt afdaalt naar dat gevoel wat je bij jezelf ook kent. En vaak gaat het niet eens om de woorden die je gebruikt, maar dat je er even echt met je volle aandacht voor iemand bent. Um, en dat is dus een kwetsbare manier van uh, je verhouden tot een ander. En sympathie is meer een tip roepen zonder echt aan te sluiten. Nou, dan dus ook wat kun je nou voor een ander betekenen als professional? Het is dus heel belangrijk, daarom deed ik ook die oefening net, om je eigen achtergrond te kennen. Wat voor eigen ervaringen heb je met rouw? Wat voor normen en waarden heb je? Wat voor primaire reacties uh, vertoon jij zelf? En dat is dus heel belangrijk, omdat we die allemaal hebben, dus ook helemaal niet erg. Maar als je, je bewust bent, dan ben je ook misschien bewust van bepaalde valkuilen bij de reacties van anderen. Um... Nou, niet opbeuren of ongevraagd advies geven, en dus vooral vragen waar heeft die ander nou behoefte aan. Neem wel initiatief. Want heel vaak is het moeilijk. Voelen mensen zich machteloos, trekken zich terug en voelen mensen zich heel eenzaam. Dus wel initiatief tonen, maar niet invullen. Weet ook dus van jezelf wat zijn mijn eigen ervaringen. Ook als hulpverlener kan het zijn dat je ervaringen hebt die lijken op wat een patiënt doormaakt. En dat kan maken dat je heel empathisch bent. Het kan soms ook maken dat het je te veel wordt. Het kan soms maken dat je juist wat afstand uh, neemt. Omdat je denkt, ik ben er te persoonlijk bij betrokken. Dus weet dat. En formuleer ook eens voor jezelf... wat nou eigenlijk een professionele reactie kan zijn... als je weet wat jouw primaire, jouw eerste reactie is. Jouw neiging. En daar heb ik een kleine oefening voor. Dit is eigenlijk een hele acute... Uh, Rouwreactie. Dus er is een zoon uh, van een man die zojuist is overleden. Die is in het ziekenhuis en die heeft net een slecht nieuwsgesprek gehad. Dus die zoon heeft net te horen gekregen dat zijn vader komt te overlijden. Hij is ontzettend boos op de artsen, dat ze in zijn beleving dus niet alles hebben gedaan om zijn vader te redden. En hij uit die boosheid op jou. Wil je even vragen om je voor te stellen dat je in die situatie bent? En wat zou nou als mens jouw primaire reactie daarop zijn? En alles is dus goed. Het is niet zo dat je op een bepaalde manier hoort te reageren. Dit is een heftige emotie en die kan dus bij jou ook een heftige reactie oproepen. Misschien schrik, de neiging om weg te gaan of ook geïrriteerd. Sta daar eens bij jezelf bij stil en voel je vrij om dat eventueel weer in de chat te delen. Nou, wetende dus wat jouw eerste neiging is, sta ook eens stil bij wat een professionele reactie zou kunnen zijn. Wat zou nou misschien een vraag kunnen zijn die je aan deze zoon zou kunnen stellen? Waar ben je benieuwd naar? Wat zou jou kunnen helpen? We stonden bijvoorbeeld bij de eerdere slide ook stil bij wat is je eerste gevoel en wat is het eerste wat je doet. En dat is natuurlijk ook bij deze zoon de vraag, hè? van wat maakt nou dat hij zo boos reageert? Is dat echt de emotie die hij voelt of is dat zijn gedrag wat je aan de oppervlakte zit, ziet en zit daar iets heel anders onder? Wat voor vraag zou je kunnen stellen om daar dichterbij te komen? Het is dus heel belangrijk om van jezelf te weten. Ik noemde net, dus schetste ik deze boze reactie. Veel hulpverleners vinden boosheid een hele moeilijke emotie om goed mee om te gaan. Maar soms kan iemand ook heel cool reageren, waardoor je ook bij jezelf een primaire reactie merkt. Of heel aanklampend en machteloos zijn. dat je het gevoel hebt van ik moet diegene helpen. Weet dan wat jouw primaire reactie is. Ga je dan misschien zelf kort af zijn? Ga je zelf veel te veel, veel te hard werken voor iemand waardoor je aan andere mensen niet toekomt? Weet dat gewoon van jezelf. Van wat vind ik nou makkelijke, emotionele, rouwreacties en wat vind ik moeilijke en hoe ga ik daar weer mee om? Weet dus ook dat die onderliggende gevoelens heel anders kunnen zijn dan wat je aan gedrag waarneemt en ziet. En vul dus niet in. Vraag wat er bij iemand uh, speelt. Dat zou mijn belangrijkste boodschap zijn. En in de QA hebben we zo gelukkig tijd uh, ook voor jullie vragen. Bedankt voor jullie aandacht. Ja, welkom terug. Zoals je ziet zitten we inmiddels uh, in een uh, ja, soort uh, knusse-praathouding uh, uh, met elkaar uh, voor, een, uh, voor een kort gesprek. En dat gaan we doen naar aanleiding van jullie vragen. Maar voordat we dat doen wil ik eerst even iets uh, benoemen. Ik heb gezien dat er ontzettend veel mensen heel interactief zijn geweest op de chat. Met het delen van ervaringen, met het delen van tips over boeken, maar ook persoonlijke. Uh, Rauwprocessen die ze hebben meegemaakt, dingen waar ze echt iets aan hebben gehad. En dat vind ik echt geweldig om te zien. Ik vind het fijn dat we niet alleen hè, vanuit de psychologen hele mooie handvatten aanbieden en praktische tips, maar dat iedereen ook zijn, zijn of haar steentje heeft bijgedragen in de chat. Om, uh, om het voor iedereen zo, uh, zo informatief mogelijk te houden. Dus daar wil ik jullie ontzettend voor bedanken. Uh, jullie hebben ook heel veel vragen gesteld en daar gaan we natuurlijk hier met uh, Simone en Emma over hebben. Uh, dank jullie wel daarvoor. Uh, ik, ja, ik ga eigenlijk gewoon uh, een beetje hier uh, een selectie uitmaken of kijken even welke we eerst kunnen uh, stellen. Maar misschien is de eerste vraag wel een goede. Uh, hoe weet ik of ik normaal rouw? Ik merk dat ik het zelf te lang vind duren is een uh, ja, is, is natuurlijk een denk ik een veel voorkomende vraag. Emma, kan ik bij jou daarover beginnen? Ja, zeker. Jij. Ah, een hele normale vraag. En ik denk dat het ook heel belangrijk is om juist dat ook te normaliseren, dat je je zo voelt en dat je die vragen ook hebt. Um, graag willen we daar al zijn, maar ja, je zag het al. Het is een proces dat je door gaat maken en dat is voor iedereen anders en dat kan naar links kan gaan, dat naar rechts kan gaan, verlies of herstel gericht. Um, dus daar kunnen we niet een antwoord. Opgeven dat het een bepaalde hoeveelheid tijd gaat duren. Maar ik denk vooral dat stukje wegnemen van dat het niet raar is dat je je zo voelt. En raar is dat je die vraag stelt. Ja. Ik weet niet of jij daar iets hebt ja, toevoegen? Nee, een ik, ik, ja, we houden een soort gemiddeldes aan. Hè? Dat je in ieder geval één tot anderhalf jaar hoef je echt nog niet druk te maken. Natuurlijk vind je het veel te lang duren. Maar uh, dat is wel echt gebruikelijk. Maar het hangt zo af van. Nou ja, alle factoren die Emma eerder ook besprak en ook wie je verliest. Ja. He, of iemand hoe het gegaan is en op welke leeftijd iemand was. Een kind verliezen is natuurlijk een, nou ja, euh, lijkt mij iets wat uh, veel langer duurt. En iemand zei dus in de chat om het verlies heen leiden. Dus het is ook niet dat het op een gegeven moment klaar is. Maar ook heel normaal dat je op latere momenten weer ergens aan herinnerd wordt. Ja. En dat je het je weer kan raken. Ja. En ieder heeft natuurlijk zijn eigen rouwproces. Ja. Uh, dat, dat, dat niet echt te meten is aan iemand ander's een rouwproces. Nee, nee, nee. Ik heb hier nog een vraag uit de chat. Zijn deze twee werelden uit de presentatie ook van toepassing op levend rouwen? Bijvoorbeeld bij niet aangeboren hersenletsel of een progressieve ziekte? Ja. Ik begin bij jou Simone. Ja, levend rouwen. Die, ja. die term uh, ken ik niet. Um, maar het is wel een hele mooie. Ik, ik noemde zelf dat verlies van gezondheid. Ik denk dat het daarbij aansluit. En ik zei net in het vorige gesprekje ook al even tegen jou dat ik ook een collega uh, had vroeger. met een gehandicapt kind. En die ook ja, zich daar steeds aan verlies uh, aan moest passen. En wat zij daar heel moeilijk aan vond was dat het dan ook niet vaste rituelen zijn. Zoals nee. wanneer je echt iemand verloren bent. Dat geldt hier denk ik ook. En die twee werelden gelden dus eigenlijk. Misschien nog wel meer, ja. omdat je steeds wisselt tussen iets wat je verliest, maar je wil ook afleidingen, je wil ook even eruit stappen, maar dan word je vaak weer beperkt. Ja. Dus het is zeker geldend en ook moeilijk om die twee werelden steeds op te zoeken. En ik zeg dan ook vaak, dan wordt er eigenlijk een komma gezet in plaats van een punt. Ja. He, dus je, hebt, je moet je weer aanpassen aan weer een verlies. En ja, met sommige ziektes wordt het ook alleen maar. Inleveren en is het steeds meer zoeken naar wat geeft me dan nog wel betekenis binnen die beperkingen die ik heb. Dus als je dan aan het herstelgerichte denkt, dan kan je soms nog wel betekenis vinden, ja. terwijl je lichamelijk heel beperkt bent. Ja, ik zie je al zo kijken, dus dat is geen makkelijke. Taak. Nee, nee is, zo wil ik het ook niet brengen. Nee, zeker niet. Um, wat is het gevolg van uitgestelde rouwproces? Of wat kan het gevolg zijn van uitgestelde rouw, denk ik? Heet de vraag Emma? Ja, vaak zie je dat het. Uh, of in ieder geval, wat ik heb gezien bij cliënten. is dat het vaak begint bij lichamelijke klachten. Mm. Um, en dat pas later het besef komt van. Oh, er zit eigenlijk nog zoveel pijn. waar geen aandacht voor is geweest. En dat het eigenlijk zo graag de ruimte wilt en omvraagt. dat je er eigenlijk niet meer de rug naartoe kan omkeren. He, het komt letterlijk lichamelijk naar voren. En dat. Wanneer daar dan erkenning is van oh, dat dit er aan de hand is, dat dan eigenlijk nou ja, de poort opengaat en echt alle verdriet er dan uitkomt en dan ook de ruimte krijgt. Ja. Um, dus ja, dat, dat, dat zou ik zeggen dat een gevolg is daarvan. Ja. Kunnen mensen zelf door hebben of ze wel of niet er al aan het uitstellen zijn? Hm, goede vraag. Ja, het zijn allemaal moeilijke dingen. Dus het ja. is, net wat jij zei, je kan het eigenlijk niet makkelijk ook afmeten. Maar vaak hebben mensen dus dit soort signalen waarvan ze soms wel voelen van ik ben ze aan het wegdrukken. Ja. Of de hele tijd maar druk in de weer met van alles en nog wat. Ik uh, vermijd het om erbij stil te staan of ik nou ja, kijk bepaalde tv-programma's niet over een bepaald onderwerp. Ik noem maar wat dingen. Dus vaak voelen mensen wel iets. Ja. Maar we hebben ook een maatschappij waarin het ja, verwacht wordt dat je maar doordendert. Door dus dat wil ik nog wel zeggen. Het is ook niet raar als je een wat verlaten rouwreactie hebt. Er nee. komt heel veel op je af en je moet ook weer functioneren. Er wordt van alles verwacht. En het is ook net wat Emma zegt, dan komt het dan boven. En dan komt alsnog, kan je die verwerking door. dus niet zo van uitgestelde rouw, nu komt het nooit meer goed. Dan kan je gewoon alsnog dat proces uh, door. Ja. Je had het over doordenderen en dat we als samenleving ja. maar doorgaan. Ja. Hoe ga je om met het wel of niet naar werk gaan? Ja, ja dat vind ik een hele lastige vraag. Ik ben ook geen uh, bedrijfsarts of zo. Dus ik, 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 met cliënten verwijs ik ook vaak van ja, bespreek het uh, ook daar, bespreek het ook op je werk. Want het heeft al, el, Kruif heeft het al gezegd, <laughs> elk voordeel heeft zijn nadeel. Dus het is fijn om even de tijd te hebben. Voor rouw, en soms is het ook gewoon goed om daar echt even helemaal los te zijn van je werk. Ja. Maar er zijn ook mensen die dan thuis zitten en dat ook ervaren als heel zwaar. Omdat je dan nou, misschien ook gewoon een lege dag voor je hebt met ja. al je gevoelens. En ook een gebrek aan structuur. Dus soms kun je ook in gesprek gaan met bedrijfsartsleiding geven, wat dan ook, om te kijken van ja, wat past bij mij? Is het misschien 50-50, tijdje wat minder? Uh, maar maak het in ieder geval bespreekbaar en het is heel normaal als je even uh, gas terug wil of ook zegt ik wil even niet. Zeker ook trouwens in de zorg, ja. want dan heb je weer te maken met rouw, verlies, uh, gezondheid. Dus dat mag zeker, ja. maar soms uh, vinden mensen het ook niet fijn om helemaal uh, te stoppen. Ik weet niet of jouw ervaring dat ook is. Maar... Nou, ik zou zeggen dat het uiteindelijk echt maatwerk is. Dus het is heel erg vooral in het begin, elke dag kijken waar heb ik behoefte aan, waar heb ik ruimte voor, wat kan ik aan. En het is ook een kwestie van vallen en opstaan en proberen: helpt dit, helpt dit niet, raakt het mij, raakt het me niet. Um, en daar is niet een kant-en-klaar antwoord op. Nee, nou ja, en Simone, je had het al over mensen die in de zorg werken, dat die misschien ja. juist die afstand willen bewaren. Ja. Dat is eigenlijk hier in deze vraag ook al van toepassing. Hoe ga je professioneel om met rouwende families als je zelf nog volledig in de rouw bent? Ja. ja dat, dat, dat is dus zo, 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 ook weer zo'n matenwerkvraag. Ja. Um, kijk, ja, er staat ook als je zelf nog volledig in de rouw bent hè, in, de, in, de, in de vraag. Uh -huh. Ik denk dat er geen pasklaar antwoord is. Het hangt ook vanaf toch wel een beetje hoe ver ben je daarin. Soms kun je ook zeggen bepaalde cliënten komen mij iets te dicht of patiënten komen iets te dichtbij. Die kies ik nu even niet. Anderzijds kan je ook van heel veel betekenis zijn voor mensen omdat je juist hè, ervaringen hebt die erop lijken. Het is heel belangrijk om in ieder geval te weten wat het met je doet. Niet te veroordelen van ja, nee, dat is prima, dat het in eerste instantie roept het dit of dat bij me op. Dat ook te delen met je collega's. En te kijken wat is nou misschien professioneel om daarin te laten zien en wat niet. En soms, een, ik vind dat ook net als met kinderen. Dan zeggen ouders ook wel eens: ja, ik ben heel emotioneel. En dat wil ik dan niet tonen. Dat wordt heel gestrest. Ja, dat komt heel, Dus het is helemaal niet erg als je een keer volschiet of zo. Of als je laat zien dat iets je raakt. Ja, dat kan zelfs heel betekenisvol zijn voor patiënten ook. En probeer het dan te benoemen, van ik merk dat het mij even raakt of zo. Dat ze niet denken dat jij belast wordt erdoor. Nee. Dat wil je niet. Maar ja, ik ken wel patiënten toen ik nog in het ziekenhuis werkte, dat een dokter dan zichtbaar geraakt was. Dat was zo betekenisvol voor hun eigen rouwproces. Ja. Dus ja. ook een stukje erkenning. Ja. Ja. Erkenning van die kwetsbaarheid inderdaad. Ja, ja dat we allemaal mensen zijn. Ja. Ja. Maar ik draai het even om, want dat, dat komt in deze vraag dan naar voren. Is de mens ook in staat om niet te kunnen rouwen? Of is dit een automatisch proces? Ik denk dat het een noodzakelijk proces is. Um, ik denk niet dat het per se automatisch is. Ik denk dat het dus heel erg afhankelijk is van alle factoren die we ook hebben gedeeld in de presentatie. Ik denk dat je het kan uitstellen tot een bepaalde hoogte, hè, of een bepaalde mate. Maar dat, wat ik net ook al zei, op een gegeven moment gaat je lichaam ook die signalen afgeven. Op een gegeven moment, ja, kijk. Emoties, het is energie in je lichaam. En je kan het tot een bepaalde tijd bij je bijdragen. Maar op een gegeven moment moet het eruit. Ja. En het zal er ook uitgaan. Um, dus daarmee, ja, noodzakelijk. Ja. Okay. Ho hoe kun je iemand helpen. die alleen met verliesverwerking bezig is. en niet met het leven weer opbouwen? En wat kon je doen als mensen al jaren in hun verlies hangen, Simone? Ja. Ja, het is een hele lastige, want ik zei natuurlijk geen tips en adviezen. En dan alles schreeuwt dan in je. Ik wil diegene hè? toch ja. een tip en advies geven. Ik zou toch zelf ja, een open gesprek aangaan. En zoveel mogelijk aansluiten en empathisch zijn. En soms een beetje de ambivalentie benoemen. Hm. Want heel vaak zeggen mensen niet alleen maar één ding. Zeggen ze toch soms ook wel van... Soms denk ik hm. van ik zou wel weer is, maar... En dat je dan iets terug kunt geven van ja, dus enerzijds ja, denk je van wat heeft het allemaal nog voor zin? En anderzijds denk je soms zal ik dan toch misschien een keer weer naar een clubje of wat dan ook, weet ik veel wat. Ja. En dat je dus niet één van die twee polen teruggeeft. Dus heel vaak in, als je iets tegen iemand zegt, zeg je van oh, dus je wil weer naar een clubje, dan ga je zeggen nee. Ja. Want dat is veel te veel en ik heb het nog heel zwaar. Dus als je probeert om aandacht te hebben voor die ambivalentie, want rouw zit vol met ambivalenties, dan voelen mensen zich sneller gehoord en dan voelen ze ook ruimte om daarover te spreken. En ook dat jij niet vindt dat ze het moeten doen of zo, dat je geen nee, nee, druk... Precies. Ja, want dan krijg je te veel weerstand waarschijnlijk. Ja, ja. En, en misschien. Hoe, hoe herken je een persisterende rouwstoornis, Emma? Ik denk dat deze misschien een de beetje vraag is voor Simone. Simone ja, <laughs> ja ik, zit, ik zit nog te denken aan iets anders, maar ik zal het even loslaten. <laughs> Ik vind nog zo'n mooie tekst die zag ik in de chat langskomen. Van uh, Rauw gaat overleven, stond er dus van Manu Keersen. Mm. Dus ik denk van. Um, het, het is heel zwaar, maar het gaat ook om liefde. Hè? Als je geen liefde kan voelen, kan je ook niet rouwen. Nee. Dus het is ook wel. Misschien zitten er soms toch ook mooie dingen tussen. Maar als het persisterende rouw uh, is, dan is het niet mooi, want dan lijd je er heel erg onder. Mm. Natuurlijk lijd je altijd, maar dusdanig dat je eigenlijk niet meer. Ja, iets positiefs kan voelen of kan deelnemen en kan functioneren eigenlijk. Yeah. En um, ja, het is dus echt. Het moet langer duren. Dus echt wel langer dan dat jaar of anderhalf jaar. En dan dus een soort kwelling nog oproepen van gemist, het echt niet aankunnen dat diegene er niet meer is. En dus niet verder kunnen met je leven. Nou ja, en dan kun je een keer. Je kan natuurlijk gewoon ook altijd een keer bij de huisarts langs gaan. Om eens te kijken van. Um, zou dit, zou dit uh, bij mij kunnen spelen? Ja. En soms zie je dan dat het ook bijvoorbeeld gepaard gaat met trauma. Dus vaak persisterende trauma, uh, dat noemde Emma al. Hangt vaak samen met uh, nou ja, de manier waarop iemand dood is gegaan. Dus bijvoorbeeld door een geweldsmisdrijf of suicide. Dat zijn dingen die maken het rouwen ontzettend veel lastiger en die zorgen ook voor trauma. En dan zou het ook kunnen dat er sprake is van posttraumatische stress. En daarvoor zijn ook hele goede behandelingen. Ja. Dus het is gewoon als je merkt dat je inderdaad veel lichamelijke, psychische klachten hebt. en eigenlijk slecht kan functioneren. wacht dan ook gewoon niet te lang. Nee. Ga in gesprek. Ook al is het niet dat een jaar of anderhalf jaar voorbij, want misschien is er wel iets anders aan dan. Ja. Dankjewel. Uh, wat kun je doen of waar moet je rekening mee houden bij rouw? Bij mensen met een, uh, hier staat laag niveau, maar ver verstandelijke beperking bijvoorbeeld. Ja. Waar, kun je, waar kun je dan rekening mee houden? Bij rouw? Ja, wat, wat kun je doen of waar moet je rekening mee houden bij rouw? Bij mensen met bijvoorbeeld een verstandelijke ja. beperking. Ja. Emma? Nou... Wat bij mij opkwam, en ik weet niet of dit per se de vraag beantwoordt, maar in ieder geval wat het bij mij oproept, is dat um, ze misschien niet het verbaal uiten, hoe je het zou verwachten of wat jouw beeld erbij is, mm. maar ze het misschien op hele andere manieren doen. Bijvoorbeeld vaak heel creatief, zoals dus bijvoorbeeld met tekenen of met dansen, of dat het een, een, ja, meer een lichamelijke uiting is dan per se het gezicht of het praten erover. Ja. Ik weet niet of jij daar dingen hebt om op toe te voegen? Nou, het is, wat jij zegt uh, past ook heel erg bij kinderen. Mm -hmm. en ik denk soms ook bij mensen met uh, verstandelijke beperking. Dat je het ook heel tastbaar maakt. Dus inderdaad, de verwerking kan je heel tastbaar uh, maken. Mensen hebben dus ook behoefte aan dat het heel concreet is. Ja. En dat je het ook dus kan verwerken op een symbolische uh, manier. En... Um, daar kan je bij, bij, bij helpen. En ik denk dat het belangrijk is om het taboe te doorbreken. Want we hadden het net over prestatie prestatiemaatschappij een beetje. Oeh, ik zit aan mijn oortje. Maar er is ook een. Um, best wel een taboe op de dood en op, uh, op rouw. Dus uh, je ziet dat vaak mensen het er ook niet over gaan hebben. En al helemaal niet bij mensen die als kwetsbaar zien. Dus bijvoorbeeld iemand, een kind. of iemand met een verstandelijke beperking. Daarom had ik ook genoemd: neem wel initiatief. Ja. Dus zorg ook dat je erover in gesprek uh, gaat. Ste ja, stem je taal daar ook af. En, en ik vind het heel mooi wat jij zegt. Maak het ook niet alleen maar talig. Nee. nee. nee nou, er is niet voor niets een hele landelijke campagne vorig jaar volgens mij ook omheen geweest. Hè, dat, je, dat we meer eh, in gesprek moeten gaan over de dood en dat er meer openheid over moet zijn. Uh, ook wel mooi dat we dan net ook in de chat hebben gezien hè, dat veel mensen ook hun ervaringen delen. En juist daar Zeker. heel erg open over spreken. Ja. Want er zit ook een soort eh, taboe of kwetsbaarheid aan die we misschien niet zo makkelijk willen delen. En maar je zegt dus inderdaad, dus mensen met een, met een bepaalde, met een beperking of een ander uh, verstandsniveau, dat dat misschien het zoeken, het zoeken is naar een andere vorm van expressie. Ja, ja oké. Okay. Um, volgende vraag: kan het ook zijn dat je in een rouwproces terechtkomt na een traumatisch ongeval? Mijn eerste reactie zou zijn ja. Ja, maar ja. Ik, ik weet, ja, ik ga er dan even vanuit dat er niemand is omgekomen bij de. Traumatisch ongeval, hè? dat zal ja. dan de vraag zijn. Ja, dat kan zeker. Ja, je kan dus bijvoorbeeld letsel hebben, waardoor je dus dat levend rouwen, wat ik net gebeurd ja. heb, hè? Dat, dat zou daar dan bijvoorbeeld een rol kunnen spelen. Um, en ik zou zelf eerder denken aan die posttraumatische stress die ik net even noemde, ja. dan rouw. Maar... maar zit die heel dicht tegen rouw aan eigenlijk als begrip? Het grote um, verschil is, ik zou als je last hebt van posttraumatische stress, ja. dan zou ik echt niet wachten met behandeling zoeken. Mijn rouw kun je denken van dat, uh, ja, dat herstelt uh, wel, maar voor posttraumatische stress zijn er gewoon behandelingen die je heel snel helpen. Wat daarbij is, ik zal het heel kort dan toch even schetsen, bij PTSS heb je dus uh, herbelevingen, dus een soort flashbacks of uh, nachtmerries, het is alsof je het opnieuw meemaakt. Verhoogde arousal, dus heel veel spanning, prikkelbaarheid in je lijf ja. en je vermijdt dingen die eraan toe denken. Als je die drie eenheid zeg maar, hebt, kan je spreken van posttraumatische stress. En vaak ga je daardoor heel slecht slapen, dingen vermijden. En dan wordt het dus van kwaad tot erger. En kan je eigenlijk beter uh, behandeling zoeken om in ieder geval het traumatische aspect van die rouw ja. alvast aan te pakken. Ja. En bij een ongeval zou ik dus eerder aan trauma denken. Maar goed, dat is. Uh... Even een, ja, een andere tak, misschien dat ook, ook op persoonlijk, maar ook professioneel natuurlijk, uh, mensen ervaringen mee kunnen krijgen. Wat zijn tips voor iemand met dementie die hun partner verliest en dat vergeet? Oh. <laughs> specifieke, hele specifieke ja. vragen. Dat snap ik ja. ook uit verschillende duidelijk mensen die werken in verstandelijk gehandicapte zorg of met ouderen of ja. met dementie. Dus die hebben natuurlijk hele specifieke vragen. Ja, ik vind dat ontzettend pijnlijk. Uh, jij wel volgens mij iets zeggen? Nou, ik moet eraan denken, want uh, dit was toevallig bij mijn grootouders. dat uh, mijn opa dement was. en toen was mijn oma overleden. Mm -hmm. En toen vond ik het wel heel mooi hoe het zorgpersoneel er toen mee omgaat. Toch het voorzichtig vertellen van dat ze er niet meer is. Hè, dat toch, en Niet het juist uit de weg gaan. Ja. Soms kan het zijn: dan wil je de redder zijn en dan wil je niet iemand opnieuw pijn aandoen. Maar ja, wij vonden het als gezin heel mooi dat hoe het zorgpersoneel er dus toen mee omging, om het toch heel voorzichtig te brengen en dan ons er ook bij te betrekken. Maar dit is een persoonlijke ervaring. Ik kan me ook voorstellen dat het voor anderen anders kan zijn. Ja. Ja. Ik vind juist heel waardevol dat je een persoonlijke ervaring uh, deelt. Ja. En je hoort erin hoe jullie betrokken werden. Ja. En ook dus ja, het werd op maat werd, uh, werd gedaan. En het dus niet werd vermeden. Ja. Ik vind in zo'n algemene dat je vaak ziet dat we elkaar sparen. Hmm. Waardoor we dan. Je, je wilde. Er is dus dat taboe, maar je wil ook de ander eigenlijk niet belasten. Zeker in zo'n situatie. En dan ga je dus allemaal een beetje op eilandje zitten. En je lijdt al, maar dan leid je dus ook nog in je eentje. Dus het is heel fijn als je het kunt delen. Maar het kan soms hartverscheurend zijn als iemand het dus helemaal vergeet. Yeah. En dan opnieuw die boodschap krijgt. En dan zie je dus weer die hele. Maar uiteindelijk kom je daardoor wel weer met elkaar in verbinding. En dat is uiteindelijk wel wat de, de pijn niet verzacht, maar het wat draaglijker maakt als je toch verbonden bent met ja. de mensen eromheen. Ja, dat ja. is ook wel een stukje uitdaging voor dat empathische vermogen. Want je verplaatsen in iemand die niet dezelfde manier herinnert of denkt zoals jij, uh, is natuurlijk heel erg aanvoelen en kijken Zeker. hoe dat. Hoe ja. dat uh, ja hoe dat ontvangen wordt. Maar het is dus dan belangrijk om naar die naaste te kijken... en ook misschien op het moment dat iemand het zich herinnert. Ja. He, dus het moment dat, ze het wel, dat je het besproken, besproken hebt... dan vragen ja. waar iemand behoefte aan heeft. Want dan kan je dus wel zorgen dat datgene... waar diegene behoefte aan heeft als troost wel aanwezig is. Ja. Ja. Uh, iets wat je eigenlijk net ook al zei... maar ik, ik zal hem ook uh, vragen... want het was een, een opmerking die in de chat stond... zonder begrip van je omgeving... Neigt het naar stil verdriet? Ja. Hoe ga je daarmee om? Ja. ja, dat was ook waarom ik in die vragen stelde: van waar. Kijk, ik krijg heel vaak mensen die ook boos zijn: van ik krijg helemaal geen begrip en dan moet ik ook nog hm. uh, een soort gebruiksaanwijzing gaan geven. Ja. ja, dat snap ik. En toch is het vaak zo dat de omgeving zich ook machteloos voelt, niet weten wat ze moeten doen. En als het je dus lukt om dat stille verdriet te doorbreken door te bespreken waar je behoefte aan hebt, hoewel ik heel goed snap dat je ervan baalt dat je al een rouwproces hebt en dan ook nog duidelijk moet maken waar je behoefte aan hebt, maar dan is er wel een kans dat je toch kan, kan delen. Net wat Emma zegt, dat dat het leed niet wegneemt, maar dat je in ieder geval gedeeld leed hebt, dat het het verzacht. Ja. Even een andere uh, situatie. Uh, hier zegt iemand: aan de ene kant ben ik verdrietig, maar ook opgelucht. Hoe ga je om met twee strijdige gevoelens, Emma? Ja, um, uiteindelijk de ruimte voor allebei geven. En ook weer dat stukje normaliseren. Want. Dat zie je soms als inderdaad iemand is overleden of iemand heeft bijvoorbeeld een lang ziektebed gehad. Uh, het is dan ergens een opluchting dat iemand niet meer lijdt of dat er uh, bepaalde pijn er dan minder is. Maar er is een andere pijn wel meer aanwezig en dat is het verlies. Ja. Um, en soms kunnen mensen zich dan schuldig voelen over dat ze zich opgelucht hebben gevoeld en dat maakt dan de pijn weer erger. En nou ja, ten eerste, het, het hoort er allemaal bij, helaas, um, en het mag er allemaal zijn. Maar ik denk juist erbij stilstaan van oké, okay, ik voel me opgelucht. Waardoor komt dat? En op basis daarvan, waar heb ik dan nu behoefte aan? Maar ook de verdriet die ik dan nu voel. Oké, okay, waar komt dat dan precies door? En waar heb ik behoefte aan? En eigenlijk gewoon elk gevoel die je hebt kunnen benoemen. En dan jezelf afvragen. Oké, okay, op basis daarvan, wat heb ik nodig? Is wat ik zou zeggen, de ja, the best way forward om, 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 daar, om daarmee om te gaan. Of jij daar dingen hebt om toe te voegen? Nee. Simone, zou ik je nog willen vragen, want we zijn een beetje aan het einde gekomen van de vragenronde. Heb je nog iets wat je specifiek zou willen meegeven aan de mensen die vandaag gekeken hebben? Ja, ik zei het net ook van, um, ik ben een beetje een langspelplaat, maar toch dat niet, wel initiatief nemen en niet invullen. Ja. Dus het wel aangaan, ook al voel je een drempel. Want inderdaad is er veel stil leed. Dus ga toch er naartoe en stel de vraag waar heb je behoefte aan. En als je zelf degene bent die stil leidt... kijk of je toch iemand kan vinden die je vertrouwt om dat uh, bespreekbaar te maken. Emma, ja, heb jij nog iets moois mee te geven? Dat het er allemaal mag zijn... Ja, vanuit wat jij voelt en wat het bij jou oproept ja. en bij de ander. Um, en dat inderdaad precies wat Simone zegt: dat dat manier is om weer die verbinding aan te gaan en uiteindelijk uh, het niet nog moeilijker te maken dan dat het al is. Dankjewel, maar nou, super. En voordat ik jullie even gedag zeg, wil ik eerst nog even het publiek toespreken. Uh, het afgelopen uur hebben jullie hopelijk heel veel informatie, kennis, inzichten, handvatten gekregen van zowel Simone als Emma, als van de verschillende mensen in de chat. Misschien zijn er ook daar wat verbindingen gevoeld en wat connecties gelegd. Uh, en uh, in ieder geval een platform gegeven om bepaalde gevoelens te uiten. En hopelijk ook het gevoel te krijgen dat, er zeker niet, uh, dat je er zeker niet alleen voor staat in, in misschien bepaalde situaties. Ik wil jullie ontzettend bedanken voor jullie interactie in uh, dit webinar. Ik vind het ontzettend prettig om te zien dat er zoveel mensen uh, elkaar ook willen helpen en willen assisteren en naar elkaar willen luisteren. En ik wil jullie, uh, Simone en Emma, bedanken voor jullie bijdrage hierin. En uh, geweldig dat jullie zoveel kennis hebben kunnen delen. En hopelijk heel veel mensen uh, daarmee ook uh, mee hebben kunnen helpen vandaag. Dank jullie wel. En aan jullie zou ik zeggen: ja, ik hoop dat jullie een fijne avond hebben. Houd de kanalen in de gaten voor een volgend webinar of een volgend kennisevenement. Waarin er weer heel veel uh, handvatten gegeven worden om jullie te helpen. En dank jullie wel voor het kijken en luisteren. Tot ziens.